Beste sportvrienden, beste sportvriendin. Ik wil me graag even aan u voorstellen, voor degene die mij misschien nog niet zou kennen. Mijn naam is Hans Eierkamp. Ik ben inmiddels volgend jaar 65 jaar met de duiven bezig. Dat is echt een mensenleven lang. Ik heb alles meegemaakt in de duivensport. We hebben enorm veel bereikt erin. We hebben voorspoed gekend, we hebben tegenspoed gekend. En ik zal u vertellen, maar ook op de Vond, waar het vandaag over gaat, hebben wij schitterende resultaten gemaakt. Op pauw, op allerlei vluchten, zelfs de beste doffer met Drogba van heel Nederland op de Vond. Alles wat er maar te winnen was, hebben we feitelijk gewonnen. Maar waarom gaan we nu afscheid nemen van onze Vondduiven? Ik zal u vertellen, het werd te veel. Op één erf, alles speel. Dat wordt gewoon te veel. En gezien mijn leeftijd, en evenzo ook niet al te veel tijd, heel erg druk met zijn andere bedrijf, met het meubelbedrijf, hebben we gezegd, ja, we moeten een keuze maken. Het hebben we toch gekozen voor Vitesse, Midfond, Eendaagse Fond en Jonge Duiven. En nou vind ik het bijzonder leuk dat deze Vondduiven verkocht gaan worden via GPS. En zullen u zeggen, ja, waarom is dat leuk? Ik zal u vertellen, de vader van Lex de Jong, Lex de Jong is nu de eigenaar van GPS en van Sport de Kampioenen. De vader, Jan de Jong, die helaas veel te vroeg is overleden, daar heb ik vroeger enorm veel contact mee gehad. En ik zal u vertellen, wat zou hij trots zijn op zijn zoon Lex, als hij nu nog had kunnen meemaken wat de GPS uiteindelijk gepresteerd heeft. Hoe ze nu in de markt staan. Wereldwijd. Ze behoren tot de beste internetsites op duivengebied van de hele wereld. Dat is echt iets om trots op te zijn. En wat gaan wij nu doen? Wij gaan 40 duiven verkopen. Supervond duiven. Waarvan de afstamming grandioos is. Uit topduiven, uit Mebel, uit Drogba, uit Harry, uit Tiesto. Uit duiven waar allerlei kampioenschappen uit voort zijn gekomen. En ik heb iemand die duiven gaat voorstellen. Dat is niemand minder als Henk Jurins. Even een kleine intro van Henk Jurins. Henk Jurins is al meer dan 35 jaar bij ons. Henk Jurins is een echte top- en topfondman. Hij heeft ook in de Vond geweldig gepresteerd met zijn vader. Ze hebben ook het Marathon Noordkampioenschap gewonnen. Hij heeft natuurlijk heel veel duiven, allemaal van Eierkamp, vanzelfsprekend. Hij loopt de hele dagen bij. Dus ze hebben kinderen van alle toppers meegenomen. Hij hok mee opgebouwd. Grandioos prestaties. Maar u krijgt nu de kans om uit deze stam te putten. Ik weet zeker dat u daar geen spijt van zult krijgen. Want we krijgen nog steeds dagelijks dankbetuiging uit de hele wereld van onze geweldige stamduiven. Waar heel veel Black Shine in zit. Drogba, die echte oude bekende duivenrassen. Wijnands bijvoorbeeld. U kunt ze nu opnoemen. Eigenlijk alle beroemde fondrassen zijn hierin vertegenwoordigd. En ik wens u ook vanaf deze plaats daar heel veel succes mee. En ik ben ervan overtuigd dat u met onze duiven, gekruist met misschien uw eigen goede fondduiven, beslist gaat lukken. Ik dank u voor de aandacht. Drogba, de meest legendarische fondduif op dit moment hier op de Greenville Stud. Een superduif. Beste fonddoffer van Nederland, wie heeft ze beter? In 2006. Met 3 absolute kopprijzen. 1100 meter. En 1600 meter. In 2006, ondanks zijn geweldige prestatie, werd hij toch in 2007 opnieuw gespeeld. En wat schetst de verbazing? Wederom absolute kopprijzen. 3 keer waarmee hij 7e beste vondduif van Nederland werd. In zijn pedigree alleen maar gekende duiven. Black Giant, de oude Kobuutlijnen. Katja, winnares eerste nationaal van Bergerac. En natuurlijk de beauty van oude Piet de Weert. Een superduif die tot ver in zijn genen dit alweer doorstraalt. Want in Nederland zijn verschillende liefhebbers die met nakweek van Drogba op het ogenblik in de eerste 10 nationaal NPO spelen. Een geweldige kans met in deze verkoop 3 rechtstreekse kinderen van Drogba. Hij bevrucht helaas niet meer, dus de uitgelezen kans. Een super aanbod. Halfbroer van Drogba uit Georgina. Het edele vondgoud van de oude Kobuut, van de oude Westerhuis, gekoppeld op Katja, de eerste nationaal Bergerac. En de vader is ook rechtstreeks uit Georgina. Dus hier een puur intiltproduct. Uit de moeder van Drogba met een halfbroer van Drogba. Drogba, die geweldige duif, die kopvloog hier op 1100 meter en op 1700 meter. Die 2 keer midden in de nacht kwam. Geklokt werd om 1 uur s'nachts en 3 weken daarvoor geklokt werd om 3:30 s'nachts. Geklopt toen de tijd nog door de overvlucht. Maar echt een unieke kans om het legendarische bloed van Drogba te bemachtigen. Een superzoon uit Henri. Henri, ook zo'n icoon die hier werkelijk kop vloog op de Greenville Stud. 8e nationaal Sint-Vincent, 16e nationaal Sint-Vincent en 11e nationale
Nationale van Tarbes. De Tarbesvlucht, 's morgens om 7 uur gelost. En waar Harry 's avonds om 9:10 hier werd geklokt. Een superduif. En ook hier nu weer die oude lijnen van die Black Giant, van die kleine donkere. Die super wanrooi lijnen. En de moeder van deze, wederom een halfzuster van onze Drogba, de eerste nationale asduif vond. Ook weer het edelste bloed dat we kunnen aanbieden in deze verkoop, in deze schitterende vondduif. Een kans om je hok te versterken. Henry, een geweldige kweker. Vraag het aan Henry Hoeks, ook een super topper in Nederland, wat hij van die nakweek van Henry vindt. Een unieke kans. Niet alleen voor de fondliefhebbers, maar ook speciaal voor de lange dagfondspelers. In deze verkoop namelijk twee kinderen uit onze topkweker Che, gekoppeld met Mabel. Che is bij iedereen natuurlijk bekend, de winnaar van de eerste NPO Orleans. En daarnaast, ik zeg maar, een van de allerbeste kweekduiven die we ook dit jaar weer terugzien in onze Claudio Che, de eerste nationale asduif van Nederland bij de jaarlingen. Wie heeft ze beter? En vierde nationale asduif in totaal. En de moeder, Mabel, winnares 5 keer in de eerste 60 nationaal op de grote fond. En 11e nationaal van Pauw zat ertussen. De 4e internationaal Pauw bij de Devinnen. Maar ook op die legendarische Tarbes, geklokt om 9 uur 's avonds, Mabel. Een Devin die zich meten tussen de Vitesse midfondduiven, die nooit verzaakte. En hier een unieke kans. Een geweldige doffer, geweldig temperament, geweldig gespierd. Waarvan een volle broer een van onze beste duiven was in Zuid-Afrika in de $1 million race. Die 3 keer in de eerste 100 speelde. Een unieke kans voor zowel fondliefhebbers op de dagfond als op de overnachtfond.